Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er langs de grachten lopen, dat zou je eigenlijk wel eens moeten doen. Je bent er vogelvrij, omdat er alles kan. In elk mensenhart, daar vind je Amsterdam. Cancel Your Weekend. En hoe is jullie band ontstaan? We zijn ontstaan uit 4 middelbare schoolvrienden, jaren geleden. En nu eentje is helaas opgestapt, maar we hebben een hele leuke en andere middelbare schoolvriend erbij. Hij zit nog op de middelbare school namelijk. En nu bestaan we 2,5 jaar. Oké, tof. Hoe beschrijf je jouw muziekstroom of muziekgenre? Ik noem dat het poprock. Maar sommige mensen zeggen ook indie of... Ja. Oké, en zijn jullie vanzelf bij jullie muziekstroom gekomen of ging dat, was er een proces voor aan? Nee, dat is wel een beetje vanzelf gegaan. Gewoon muziek die je leuk vindt, die ga je dan ook spelen. We zijn begonnen ooit lang geleden met covers, dus dan speel je gewoon de liedjes die je leuk vindt. En als je dan zelf gaat schrijven, dan is dat ook een beetje de basis. Dus, Wat vind je van de faciliteit in Amsterdam voor jullie muziekstroom? Bijvoorbeeld hier het repetitiegebouw? Op de buren naast is het echt heel handig. Nou nee, het gaat prima. We hebben onze eigen hokjes zoals je hier ziet. En daar kunnen we eigenlijk gewoon altijd in. Dus we kunnen gewoon best veel repeteren hier. Dat is heel handig. We hebben natuurlijk best wel veel zaaltjes. Zeker als je vergelijkt met... Ik heb een tijdje in Rotterdam gewoond, een jaar. En als je dan Amsterdam vergelijkt met Rotterdam, dan is hier zoveel meer te doen. En ja, dus ja, best wel oké eigenlijk. Kunnen jullie wat vertellen over jullie debuutalbum, die binnenkort uit is, als ik het goed heb? Ja, hij is al uit. Hij is nu 1,5 maand uit, sinds 26 oktober. En het gekke ligt overal in de winkel. Dus elke free record shop en elke cd-winkel in het land kun je onze... Hij kost 13 euro. Hij kost 13 euro en ga hem kopen, zou ik zeggen. Dat is een beetje wel. Ja. We'll be right back.
Ja, doe je ding. Sorry. Wie zijn jullie? Wat is jullie zo? Wij zijn Dresden Leningrad en ik denk dat wij Nederlandstalige doem maken. En hoe kom je op de inspiratie voor je teksten? Ja, Tweede Wereldoorlog documentaires, boeken, strips. Ja, geschiedenis zou ik zeggen. Dat is onze thematiek eigenlijk wel heel erg. Even kijken. Wat vinden jullie wat Amsterdam te bieden heeft voor muziek en voor creatievelingen? Voor creatievelingen moet je misschien aan Gijs vragen inderdaad. Nou, Amsterdam heeft genoeg te bieden nog. Ook al denken mensen dat het vaak niet is. Er zijn nog heel veel underground plekken in de stad. En er worden nog heel veel initiatieven genomen, zoals de Vondelbunker bijvoorbeeld. Schijnheilig is een kraakbeweging die heel veel doet. Je hebt de Frankrijk die weer open is. En er gebeurt steeds meer voor de Okkie. Je hebt steeds meer voor underground muziekplekken. Mijn naam is Leroy Molly. Ik ben een rapper, workshop docent en levensgenieter. Eigenlijk vanaf kleins af aan werd er altijd al muziek gedraaid bij mij thuis, in de auto. In de auto was voornamelijk R. Kelly en Keith Sweat en dat soort lovey-dovey shit. Maar ja, sindsdien al eigenlijk dacht ik af, muziek is echt tof. Het begon eerst met teksten schrijven gewoon, voor de lol. Toen zat ik bij een jongen op school, Anu D. En met hem ging ik toen ook vaak veel teksten schrijven en zo. En toen gingen we veel chillen in de buurt en zo. En later kwam ik ook terecht bij Jaco in Studio West. Dat zijn twee verschillende studio's waar wij een faciliteit hadden om op te nemen en om te oefenen en om te leren freestylen en dat soort dergelijke dingen. Daar was ik elke woensdag, donderdag en vrijdag naar school. De mogelijkheden. Ja, ik vind dat het eigenlijk achteruit is gegaan de afgelopen jaren. Vooral hoe stedelijk jongerenwerk in Amsterdam eigenlijk gesloten is. Dan merk je ook dat veel jongerencentrums ook gewoon ermee kappen. En dat maakte eigenlijk de toegang om mensen aan hun muziek te laten werken en dat soort dergelijke dingen. En nu zijn er nog maar op een handje te tellen een paar studio's die het vrijblijvend doen. En daar niet geen grote slag geld voor vragen eigenlijk. Oké, Neblan. Een track wat me doet denken aan Amsterdam is de track Drie Kruisjes op je Mouw van Neblan. Dat is een collectief waar ik ook in zit. En dat bestaat uit verschillende artiesten, vormgevers, kunstenaars. Die creatief zijn op een bepaalde manier en dat voornamelijk samen doen. Dus check het, Neblan. Neblan 1 op Facebook. Planet Neblan op Twitter en Instagram. En YouTube, Neblan TV. Amsterdam. Geef mij maar die drie kruisjes. Chill op de grachten naast de herenhuisje. De geachte heer is thuis. Kom van het westen, maar nu leef ik in het noorden. Amsterdam ook, kom beschrijven niet met woorden. Kom hangen in de foto, groene straten op de shoppen. Als je wat als wil poppen, dan kunnen we als de sterren gaan. Of de bitter zoet in de spuistraat. In de zomertuin schrijf ik mijn zomerlijns. Overal in mijn stadje. 020 heeft de plek in mijn hartje. Leunend op het pleintje, chillen om op eitje. 21 jaar en ik hang hier al een tijdje. Kom je hier niet vandaan, dan moet je niet eens zeiken. S.O. naar al mijn F-siders. Ajax Amsterdam, de alle tijden toch tijgers. Dit is de wereldstad, man, ik druk je op de feiten. Hou je van de mijne, man, ik hou ook van de mijne. Ik was op het strand, een eindje aan het lopen. En ik wou net een lekker ijsje kopen. Oh, oh, oh.
zag ik haar liggen op het strand. Ze keek maar aan, ik was zo aan het blozen. Want wat ik zag, dat was niet te geloven. Oh, oh, oh. Ze had alleen een broekje aan. En ze zei doe mij er ook maar een. En dat deed ik toen meteen. De lucht was blauw, net als de kleuren van haar ogen. Ze was zo mooi niet te geloven. Ik stond meteen in vuur en vlam, het bloemenzoom. Net als de kleuren van haar haren, ik kon alleen maar naar haar staren. Hoe ben je bij een muziekgenre terechtgekomen? Ja, eigenlijk door mijn opa en mijn ouders. Die kwamen allemaal uit de Jordaan vandaan. Gingen altijd smartlappen zingen. En zo zijn we er eigenlijk een beetje ingerold. Wat vind je van de mogelijkheden die Amsterdam biedt? Ja, op zich zijn er genoeg plekken waar je eventueel talent kan laten zien. Er zijn verschillende kroegen, zoals Peter Beinsen en Bollejan. Die geven iedereen toch altijd wel een beetje een kans om op het podium te komen staan. En als je van daaruit een beetje je best doet, dan komt het allemaal wel goed. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er langs de grachten lopen, zou je eigenlijk eens moeten doen. Je bent er vogelvrij, omdat er alles kan. In elk mensenhart, daar vind je Amsterdam. En wat is je naam? Mijn naam is Ramon de Munk, ook wel bekend als Ramos, als artiestennaam. Ik kom uit Amsterdam en ik ben 25 jaar. Hoe kom je bij je muziekstroom? Hoe kom ik bij mijn muziekstroom? Ik draai al best wel lang muziek. Voornamelijk elektronische muziek, omdat ik daar de meeste energie van krijg. En dat vind ik het leukst om te luisteren en te draaien. En vroeger was het oude house en dat is naar techno en tech house en minimal toegegroeid. Dus dat luister en draai ik nu voornamelijk en dat een beetje van de melodieuze kant. Omdat ik toch wel van die mooie opbouwende geluiden hou en elektronische synthesizers. Wat vind je van de mogelijkheden voor jouw muziekstroom in Amsterdam? Vooral voor techno en elektronische muziek zijn in Amsterdam de mogelijkheden zeer groot. Vooral in deze tijd is het best wel levendig in Amsterdam. Er zijn onwijs veel concepten en feesten waar je kan draaien of waar je naartoe kan gaan als feestbezoeker. De mogelijkheden zijn voor een DJ of artiest dan ook zeer groot in Amsterdam. Het is ook wel de techno-hoofdstad van Nederland sowieso. En ook internationaal is het best wel bekend omdat er wel grote concepten in Amsterdam zijn. Die ook wel door de hele wereld bekendheid hebben. Dus het is zeer goed in Amsterdam.
Er is eerder juist te veel dan dat er te weinig is aan aanbod. Wanneer en hoe heb jij je liefde voor muziek ontdekt? Toen ik 12 was, toen was ik altijd bezig met bandjes opnemen van de radio. Dat was toen voornamelijk van die house zoals Too Unlimited en van die oude Parkzicht house. Dus ik maakte altijd bandjes voor vrienden op school, dus zo is het een beetje ontstaan. Door het zelf te verzamelen en compilaties te maken. En toen begon mijn oudere broer met technics kopen, plaatspelers. En toen ik 13 was, ben ik al zelf bij de platenboef in Haarlem wat plaatjes gaan verzamelen. En dat is steeds meer uit de hand gelopen, omdat ik zelf ook eigen gear had om 15e geloof ik. En sindsdien is het altijd wel gewoon erin gebleven. Muziek draaien, muziek verzamelen, muziek kopen. Dus zo is mijn liefde voor muziek ontstaan. En daar, toen ik oud genoeg was, na een jaartje 15, ben ik ook wel veel gaan feesten. Toen is het alleen maar sterker geworden. En ja, ben ik ook vaker op clubs en optredens gaan draaien. Baby, ever since I met you, I can't remember how life was. Can't imagine how it would be if I couldn't be in your arms. Don't need no one else, and I don't need nothing else. 'Cause I'm learning each day more, everything is a lesson. And I honestly can't say that, honey, you are a blessing. And I don't need no one else. No, I don't need nothing else. 'Cause you give me butterflies. And you are, to my surprise, the best thing that ever happened to me. You're the best thing that ever happened to me. We beginnen bij het begin. Wie ben je en wat doe je? Ik ben Siggy. Mijn artiestennaam is Lola. Ik ben 20 jaar. Ik woon in Amsterdam. Ik zing. Ik zit in een zanggroep genaamd Emnen. Oké, leuk. Je bent de singer-songwriter. Ja, singer-songwriter. Eigen teksten. Oké. Ja. Leuk. En wat vind je van je eigen, wat is jouw muziekstroom? R&B. Oké. En wat vind je van de mogelijkheden die Amsterdam brengt voor jouw muziek en voor jouw singer-songwriter carrière? Amsterdam die heeft op zich wel heel veel plekken waar je gewoon wel je creativiteit kan uiten. Alleen, er zijn niet heel veel speciale dingen alleen voor de singer-songwriter, maar wel heel veel dingen voor muziek überhaupt. Dus daarin kan je je wel gewoon heel goed uiten. En ik vind dat Amsterdam op zich wel, vergelijking met andere steden, vind ik wel dat ze echt hun best doen voor de jongeren en hun muziek. Oké. Waar doe je dan met je groep oefenen en zo? En hoe gaat het dan in zijn werking? En hoe ben je er zo bij gekomen dat je dit nu doet? We oefenen vaak thuis. Af en toe oefenen we ook in zaaltjes en zo. Gewoon om de choreografie en al die dingen onder controle te krijgen. We zijn bij elkaar gekomen door een jam sessie. We waren vorig jaar gewoon bij elkaar gekomen gewoon om te jammen. En toen hebben we besloten om het toch maar even gewoon een serieuze iets te maken. En zo zijn we begonnen. En nu zitten we bijna elke week in de studio. En zijn we bezig met onze mini-album. En zodoende. Oké, dus daar krijgen we binnenkort ook wat van te horen. Ja. Je kan er uren slijten. De parken zijn groen. Je kan er langs de grachten lopen, het zou je eigenlijk wel eens moeten doen. Je bent er vogelvrij, omdat er alles kan. In elk mensenhart, daar vind je Amsterdam. Je kan er uren slijten. Daar vind je Amsterdam.